Individuele training op maat, oftewel ITOM, is een project bedoeld voor deelnemers die op een of andere manier individuele begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen zich vrijwillig aanmelden voor huiswerkbegeleiding via de Street League projecten, maar zij kunnen ook doorgestuurd worden door leerplichtambtenaren van de gemeente Breda of door zorgcoördinatoren van het ROC West-Brabant. Dit project is bijzonder, omdat het puur en alleen gericht is op het individu. Alle deelnemers hebben een specifieke leervraag waarbij ze geholpen moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van Nederlands, rekenen of Engels, maar ook bijvoorbeeld bij het kiezen van een vervolgopleiding. De leerlingen komen afhankelijk van de leervraag een uurtje of een aantal dagen per week naar het Radverlegstadion. Ik denk dat ITOM het enige project in Nederland is bij een BVO die zich echt richt op het individu. Alle projecten zijn gericht op scholen, op groepen, jongens, meisjes, ouderen, mannen, vrouwen, nou, allerlei soorten groepen. Maar ITOM is echt op het individu gericht. En dat maakt het anders dan alle andere projecten. Betekent ITOM voor degene die vanuit de gemeente hier naartoe worden gestuurd, dat dit eigenlijk een soort van laatste kans is? Zo kun je het inderdaad zien. En vaak zijn dat leerlingen die al niet meer op een school functioneren. Ze zijn voortijdig uitgevallen, zijn al soms 2 jaar aan het zwalken, dan dit, dan dat. En ze hebben eigenlijk geen perspectief. En wat wij dus proberen is deze ook zo te begeleiden dat ze toch weer een bepaalde startkwalificatie proberen te halen. Of ergens op de rails zetten, laat ik zo zeggen. Hey, dus dan gaat het niet zozeer om ze een bepaalde taal of wat aan te leren, maar gewoon sociaal functioneren. Hè, en inzicht laten verwerven met wat ze met hun leven willen. Toch een bepaalde startkwalificatie halen, zodat ze verder kunnen gaan met hun leven. En de jongeren bijvoorbeeld vanuit de Street League, de andere groepen? Nou, daarvan is meestal zo van dat die het wel redden, maar een steuntje in de rug hebben. En, maar het is niet alleen een steuntje, ook een beetje individuele aandacht. Dat doet vaak wonderen. Selma, vertel eens, hoe ben jij bekend geraakt met het project ITOM? Ik doe mee met de Nakkelee Street League en daardoor kregen wij een formulier in te vullen of we mee wouden doen met gratis huiswerkbegeleiding bij NAC. Nou, dat doe je nu dus, maar hoe lang zit je hier al? Hoe lang krijg je die begeleiding al? Ongeveer 1,5 maand. En hoe bevalt het? Goed, mijn resultaten gaan erg goed vooruit. En waar krijg jij hulp mee? Engels. Gea die helpt mij de grammatica beter te leren. En dan maak ze maar oefeningen en dan kom ik die uitvoeren en dan helpt ze me nakijken en wat ik fout doe. Dus dit is eigenlijk een soort van steuntje in de rug voor jou? Ja, heel erg.